We kregen geen Victoron, maar een NS1800. Dus nostalgie. De IC Berlijn. Dit is de eerste klas van de IC Berlijn. Helemaal leeg. Eén iemand na. Het is gewoon een spooktrein, jongens. Maar de tweede klas was er, vond ik ook niet dender. Dat komt, dat ga ik jullie nu even vertellen. Duitsland gaat namelijk vanaf maandag in totale lockdown. Ja, ik kan nu even mijn face mask even afdoen. Gaat totaal lockdown. Dus daarom is er heel veel plekken in de IC Berlijn. Nou ja, dan doen we het dan maar even op. Want ik zag wel wat controleurs rondlopen hier. Maar vandaag een korte spontane vlog van mij. En het is eigenlijk een mini-ontour. Let's go! We gaan deze kijken. Want ik dacht eerst in de race plannen dat er een Victoron op de IC Berlijn zit. Helaas niet deze. Een oude NS1700 zit erachter. Vind ik wel jammer. Dus helaas, geen NS. Geen Victoron. Gewoon een NS1700. Wat langzaam rond gaat verdwijnen. Met de luxe naar een random plek. De NS1700. Nostalgie. Welkom in mijn privétrein, want de enige vrouw die er net bij mij in was gestapt, is er ook alweer uit. En er is niemand verder ingestapt, want ik heb maar één deurpiep gehoord. Dus welkom in mijn privétrein. We gaan nu richting Amersfoort, want ik wil de Valleilijn doen, dus dan gaan we naar Amersfoort. Kijk, de tegen IC Berlijn heeft ook geen Victoron, maar gewoon een NS1700. En laten nou ook Apeldoorn. Ik kan gewoon beter met de trein gaan. Maar dan kijk ik naar zo'n andere gebied nog. Het is veel te druk daarvoor. Ik kan gewoon beter met de trein gaan, die schrikkip. We komen in Amersfoort Centraal met de IC Berlijn. En dan gaan we met de kippenmobiel, oftewel de Connection Protos, uitproberen. Nog nooit gedaan. Ja, die doet het wel. En verder geen informatieschermen en geen omroep. En die wiepen god niet waar we zijn. Dit is Eden Centrum. Dat niet echt coronaproof is. Veel te veel mensen. Kom zo aan in Eden
Wageningen, hier gaan we overstappen op een NS-trein richting Arnhem. Van mijn arbevel bepoord. Ja, ik kwam met die lint, hoe heet dat, G2'tje, waar ik op en neer naar Zevenaar heen, maar is een beetje druk. Dus we zijn hier maar even uitgestapt. Halte Arnhem-Velperpoort, oftewel Brugstation 2.0. Nou gaan we kijken of we met een bus terug kunnen naar het centrum. Dat is vermoedelijk een DDZ. Kijk, ik kan gedachten lezen. We krijgen inderdaad een DDZ mee. Op dat traject. Maar er komt aan de andere kant de Arriva-trein. Oh nee, is een flirt. Hoppa, een viertje. Nou gaan we met de lint.
Dat was de laatste trein. Ik zeg bedankt voor het kijken. Nieuwe aflevering van Tim Steinegek. Van deze korte Tim Steinegek Tour video. Zeg tot de volgende keer.